Hallo allemaal. En bij deze wil ik ieder een hele gezegende paasochtend wensen. Deze Pasen. Pasen 2020. Weet je, ik denk dat deze Pasen toch wel in steek deze. Ja, zelf. Teken staat van bezinning. Een nieuw leven, een nieuwe aarde. Weet je, wat gaan we doen? Nu de aarde ons zo duidelijk een signaal heeft gegeven. Van jongens, kap met die onzin. Het gaat niet meer. Jullie gaan kapot. Dachten wij bij onszelf, wij luisteren. Hier in Huize Vincent dachten wij, wij gaan luisteren. Naar de Jumbo-reclame. En gaan ons nog één keer helemaal vol proppen. Met allerlei bullshit en paasbroodjes. Want ook wij steken onze kop in het zand. En gaan gewoon vrolijk verder waar we mee bezig zijn. Dus ik dacht bij mezelf van joh. Misschien is het leuk als opa en oma ook even komen. Dus ik zei van de week van joh, opa en oma. Komen jullie ook gezellig paasbrunchje? Zei ze, ja, is goed jongen, hartstikke leuk, gezellig. Hoe laat moeten we komen? Ik zei, ja, kom je om een uurtje of 12? Ha. Zei ze, is goed, dan zien we je dan. Ik zei, nou, hoi, ik zie je dan, dag. Nou, hartstikke leuk. En toevallig zei mijn vriendin vanochtend van, ja, hoe laat kan mijn opa over? Ja, ik van mop. Opa en oma eigenlijk. Ik zei, nou, een uurtje of 12. Ze zeggen, ja, maar gast. Ze zegt, dan is het toch helemaal geen brunch. Dan is het een lunch, joh, kankerlul. Ik zeg, oh. Oh ja. Dus ja, nu is iedereen helemaal in de war hier. En helemaal van slag. Van ja, wat moeten we nou dan? Weet je, niemand snapt het nog. Maar goed, ja, we gaan het toch doorzetten. En ja, we kijken wel wat we er verder mee doen. Vrolijk Pasen.